Ja, ze zijn wel heel herkenbaar, hè? Zo in blauw en wit. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Het gaat wel rap, hè? Ik heb er al 28 deze ochtend. En er zijn er nog. Goed bezig, hè? In totaal telt de KU Leuven maar liefst 4000 bedrijfsfietsen. Dus zowat een derde van het personeel komt met de fiets naar het werk. Dat is echt een heel zichtbaar succes van duurzaamheid. We gaan toch eens kijken wat de universiteit nog meer doet. De KU Leuven is groot. De universiteit telt bijna 65.000 studenten en zo'n 13.500 werknemers en onderzoekers. En veel gebouwen, heel veel gebouwen. De ecologische impact is dus groot. Maar tegen 2050 wil de universiteit klimaatneutraal zijn. Dit is het duurzaamheidsrapport van de KU Leuven en het staat vol met goede voornemens en acties. Zo vraagt de KU Leuven een CO2-vliegbijdrage. De fiets wordt gepromoot en er zijn ook nog de ecoteams. Die geven het goede voorbeeld. Hallo, wij zijn ecoteam Dovo, enfin, een stukje ervan. En we willen even opleiden wat we hier allemaal doen. We hebben sinds kort een compostvat waar we hier een emmertje zetten. Eigenlijk zijn het groepjes van mensen die actief zijn rond duurzaamheid in bepaalde entiteiten van KU Leuven. Dat kan een departement zijn, een faculteit zijn, een gang op een bepaalde verdieping. Het maakt eigenlijk niet uit. Wat die mensen doen is samen nadenken over hoe kunnen we hier onze werkomgeving duurzamer maken. Wat kunnen we zelf doen? Zodanig dat er eigenlijk binnen de KU Leuven een duurzaamheidscultuur ontstaat. Wat die vele universiteitsgebouwen betreft, is er goed nieuws. Ze worden in hoog tempo gemoderniseerd of vervangen door nieuwe gebouwen die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Er is een primeur dat je kan vertellen. Het is een nieuw energiebeleidsplan. Leggen wij de lat van 20% leggen wij hoger en we gaan naar 30%. Dus in de periode van 17 tot 27 gaan wij 30% van onze CO2-uitstoot reduceren. Het is een gigantische uitdaging, maar we geloven rotsvast dat we daarin gaan kunnen slagen. In de bedrijfsvoering worden er belangrijke stappen gezet. Maar hoe zit dat met de studenten? Voor hen is er een Green Office opgericht. Hier organiseren ze allerlei activiteiten, zoals deze Student Repair Hub, waar studenten hun oude spullen een nieuw leven kunnen inblazen. Green Office is een platform dat studenten de kans geeft om te experimenteren rond duurzaamheid. En jullie hebben al een grote impact gehad? We hebben zeker al impact gemaakt door de Ecosia on Campus campagne. Een ander succesproject was Tap It Up. Dat is ontstaan vanuit een student die vond dat er meer kraantjeswater gedronken moest worden en terecht. En er is nog meer mogelijk, veronderstel ik. Er is nog veel meer mogelijk op vlak van duurzaamheid, ja. Ook heel belangrijk voor onze studenten, dat zijn de nieuwe studierichtingen die ingericht werden speciaal rond het thema duurzaamheid. Uiteraard hebben we ook nieuwe vakken gecreëerd. En enerzijds zijn er die voor de specialisten in specifieke programma's. Maar anderzijds zullen al onze studenten later geconfronteerd worden met het duurzaamheidsdebat. En dus hebben we ook twee universiteitsbrede vakken georganiseerd waarin dat zij de nodige informatie en kennis meekrijgen. Want dat is uiterst belangrijk in deze tijden van fake news. Ook ik heb mijn steentje bijgedragen. We hebben tezamen de Sustainability Leadership Program opgericht. Dat is speciaal voor ondernemers die hun business willen verduurzamen. Levenslang leren is ook voor hen belangrijk. Zeker in duurzaamheid. Ook de onderzoekers van de KU Leuven werken aan een duurzamere wereld. Bij deze fruitteler in Bierbeek bijvoorbeeld loopt er een van de vele interessante projecten. Hier bestuderen ze het effect van het plaatsen van zonnepanelen boven een perenboomgaard. Wetende dat ongeveer de helft van Vlaanderen landbouwgrond is en dat wij in ons onderzoek hebben aangetoond dat een derde daarvan quasi geschikt zou kunnen zijn, dan stellen we natuurlijk vast dat er veel potentieel is voor duurzame energieproductie in Vlaanderen. Maar ik kan ook me wel voorstellen dat de landbouwers daar niet altijd even blij mee zijn, want dat heeft toch een impact op de oogst, toch? De landbouwer zelf vindt dat niet zo erg, omdat we eigenlijk een drievoudige compensatie daarvan zien naar energie en opbrengst. Ja, slim. We hebben technologie hard nodig om te bouwen aan een duurzame samenleving. Maar we hebben evenzeer interdisciplinair onderzoek nodig om ervoor te zorgen dat die transitie ook rechtvaardig is, gezond is, dat de economische, juridische prikkels juist zitten, dat er ook een nieuw narratief ontstaat. En de universiteit is uniek geplaatst om al die perspectieven samen te brengen en te doen samenwerken.
De KU Leuven werkt ook nauw samen met de stad Leuven, zoals hier op het Hoeverplein met deze bankjes die gemaakt zijn uit milieuvriendelijk beton. Ook een ontwikkeling van onze universiteit. Maar we moeten de lat hoger leggen. Op dit moment is de KU Leuven al een van de meest innovatieve universiteiten van Europa. En binnenkort ook een van de meest duurzame.